Zijn we alweer bij de volgende taxatie aanbeland en opnieuw staat er een camper achter mij. Ja, er waren wel een aantal caravans die zich hadden aangemeld, maar helaas, ja, misschien door het weer zijn die niet gekomen en hebben zich keurig netjes afgemeld. Wellicht een volgende keer, dus mocht jij een caravan hebben en als we die oproep weer doen, ja, kom met je caravan langs, want wij zijn echt nieuwsgierig. Hier naast mij staat Michel. Michel, hallo. Goedemorgen. Jij bent met je camper langsgekomen en je hebt hem pas 3 maanden hoor ik. Een maand of 3. Ja. Wat heb je ervoor betaald? €14.000 hebben we ervoor betaald. €14.000. Ja. En hoeveel kilometer heeft hij gelopen? 160.000 kilometer ongeveer. En je bent in die 3 maanden er al mee weg geweest? Ja, rondje Nederland, wat campings afgereden, Zeeland, Noord-Holland, Friesland. Dus je bent al hartstikke actief mee? Ja, absoluut, absoluut. Want je gaat met je hele gezin en daarom heb je een alkoof gekozen. Ja, wel dit is een buscamper, die was een oudere buscamper hadden we eerst. Die was wat klein, te klein eigenlijk, altijd met, ja, zeker met slecht weer zit je binnen te tobben. Ja. En we hebben gekozen voor een grotere camper met eigenlijk alle ruimte waar je met z'n vieren fatsoenlijk in kan slapen. Ja. En toen viel ons oog op deze eigenlijk. Nou, het is een prachtige oude dame, hoorde ik net. Absoluut. We hebben Martin uitgenodigd van Camper Caravan Expertise. Michel. Hallo Martin. Hi. Martin, wat doet een taxateur? Michel, blijf er even bij staan, want anders dan ben je buiten beeld. Camper Caravan Expertise doet voornamelijk schadeafwikkeling. Maar ook het taxeren van campers en caravans voor particulieren en verzekeraars. Oké. Okay. En achter ons staat een LMC. Heb je zo'n camper wel eens eerder onderhanden gehad? Ja, zeker wel. Ja. Het is wel een eentje op leeftijd, maar dat maakt niet uit. Nee, nee. Dus hier kunnen we even flink doorheen en onderlangs om te kijken wat er allemaal mee mis is of niet. Of laten we hopen dat het allemaal goed is. Oké, nou succes aan de slag. Ja, dankjewel. En wij, Michel, wij wachten even op de kluis. Wacht rustig wat hij ervan zegt en denkt. Nou Martin, dit is een wat ouder beestje. Ja, klopt. En heeft dat gevolgen gehad voor de staat? Nou, zoals we een beetje verwachten, we zagen wat beschadigingen aan de buitenzijde van de alkoof. Maar er bleek ook vocht in de wand te zitten, zowel in de alkoof, de zijwand en ook de achterwand. En is het nou zo ernstig dat hij van de weg af moet? Nou, dat niet, maar ja, er moet wel even wat aan gebeuren. Ja. Ja. Dus ze kunnen nog wel verder kamperen, maar het moet wel gestopt worden, dat lekken. Ja. Ja. Oké, en is er verder nog een punt van zorgen hier zo? Nou, de bedrading, daar ligt wel wat slordig bij en dat heeft wat aandacht nodig. Oké, en ik hoorde wat over het gewicht. Het gewicht is heel krap, ja. Ja, het is heel krap. Ja. Maar dat heb je wel vaker, dit is een forse camper uiteindelijk. Ja. Maar hij staat wel veel lichter op kentekens dan hij in werkelijkheid is. Ja, klopt, er is wel heel weinig laadvermogen op. Ja. Nou Michel, Martin is er doorheen geweest. Ja, heb hem al gezien, alles gecontroleerd. Ja, we konden wel zien dat het geen nieuwe camper was. Absoluut, hij is niet nieuw, dat wist ik ook eigenlijk wel. Wel wat verrassing wat betreft vocht. Toch wel. Dat had ik niet helemaal verwacht en dat leek zie je het eigenlijk ook niet. Nee, nee. Dus daar heb je vandaag wat van geleerd. Ja, absoluut. Dus ik ben heel benieuwd, wat denk je, nu heb je er al wat een en ander over gehoord, maar wat denk je dat hij nog waard is? Je hebt er €12.000 voor betaald. Ja, ik denk dat zijn vocht wat minder. Ik heb er ook wel wat werk aan, heb ik zojuist eigenlijk wel een beetje vernomen. Ja. Dat gaan we ook zeker wel doen. Ja. Wat is die waard? Ik heb geen flauw idee. Nee? Nee. Sla er een slag naar. Dan weten we of het mee of tegenvalt. 12? 12 nog steeds? 11,5? Nee, ja, houd op 11,5. Oké. Nou. Ik heb geen flauw idee. Ja. Martin gaat voor verlossing zorgen. Ja. Hi. Martin. Nou, we zijn er doorheen. Ja, we hebben wel wat gevonden, maar we hadden natuurlijk al wat stukjes aan de buitenkant gezien waarvan we dachten dat het vocht was. Nou, dat bleek vocht te zijn. Op diverse plekken, vloer, zijwand, ook de bekabeling, dat heeft wat aandacht nodig. Een rommelig weg dat. Klopt, ja. Absoluut. Ja, heeft zeker wel wat aandacht nodig. Ja. Maar ja, met wat handige handen is er wel wat van te maken, maar er moet wel tijd in gestopt worden. Het is geen totale afschrijving? Nee, dat niet. Nee. Oké, dan komt de grote vraag van vandaag. Ja. Wat is die waard? Wat mag die, voor welke prijs mag die op internet? Ja, ik denk rond de €10.000. Rond de €10.000. Kijk, en met heel wat inspanning dan kom je natuurlijk wel een stuk verder. Maar dat moet eerst wel uitgevoerd worden. Ja, okay. Absoluut. Valt dat mee of tegen? Het valt een klein beetje tegen. Dat opknappen was sowieso de planning al. Wat betreft bedrading, want het is gewoon echt in de loop der jaren een bende bij de vorige eigenaren geweest geworden. Ja. Dat gaan we sowieso aanpassen. Dat is gewoon niet volgens mijn boekje, zeg maar. Nee. En ja, dat vocht, dat moet er ook even uit. Ja. Als Martin nou 3 maanden geleden bij jou was geweest om deze camper aan te schaffen, was het hem dan geworden? Nee, had ik laten staan. Ja. Als ik geweten had wat Martin nu tegen mij gezegd had, had ik laten staan. Ja. Absoluut. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk de les van vandaag. Dat, ben je van plan om een camper te kopen of een caravan en hij is al wat ouder en je twijfelt of je weet het misschien wel zeker. CCE, Camper Caravan Expertise, die kunnen bij je langskomen en die kunnen die camper of caravan ook bij een dealer, maar ook langs de straat voor je bekijken. En dan kom je dit soort problemen dus al tegen voordat jij je handtekening zet en het geld overmaakt.